Het ministerie van Volksgezondheid is versterkt met 15 public health professionals. De buluitreiking was gistermiddag in het MWI-gebouw. Het gezondheidskader is opgeleid dankzij een samenwerking tussen de Tulane University van New Orleans, Verenigde Staten en de medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zo meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Minister Antoine Ilias is vol lof over de successen die bereikt zijn dankzij de samenwerking tussen de beide universiteiten. De Islamic Development Bank heeft het project gefinancierd. Momenteel worden er 9 Surinamers opgeleid voor een doctorale graad in de volksgezondheid. 4 van deze 9 PhD-kandidaten hebben een master van dit programma als vooropleiding.